Goed dat je kijkt naar Mac in 10 minuten. We zijn vandaag weer te gast op een voor mij meer dan bijzondere plek die me deed denken aan een gele trui met 6 katten. En ik denk dat ik een jaar of 8, 9, misschien 10 was. En natuurlijk mateloos populair daardoor op school. We zijn bij Cool Cat, bij Roland Kaan. Dankjewel dat we vandaag bij je mogen zijn. Niet iedereen kent misschien jou in persoon, maar wel je merken. Kun je iets vertellen over wie ben jij? Waar sta jij voor? Ik ben een mens met heel veel rollen. Ik ben in de eerste plaats heel fanatiek vader. Gepassioneerd ondernemer. Gepassioneerd over klanten. Ik ben een liefdevol bewogen mens met mooie en minder mooie aspecten. En geniet van mijn leven. Ja. Echt een levensgenieter. En alles wat ik doe, doe ik vol overgave. Ja. Ik ben vol overgave de man van Sylvana, vol overgave de vader van mijn 3 kinderen en vol overgave de leider van een groep bedrijven waar 5.500 mensen inmiddels met heel veel plezier werken. Ja, het is wat. Hè? Als je terugkijkt op al die jaren van het bouwen van deze onderneming en je gaat terug naar die eerste fase, wat maakte dat je ging beginnen? Ja, eigenlijk de droom die ik al vanaf mijn 15e had. Ik kwam op mijn 15e in aanraking met retail. Ik werkte als hulpverkoper op de Nieuwe Dijk. Ik vond het fenomeen fantastisch dat je gewoon in die winkel kon staan, dat daar mensen binnenkwamen, dat je die kon helpen, dat je die met een smaal de winkel uit zag gaan en dat die mensen blij waren. Ja. Ik kom uit een ondernemersgezin. Beide opa's waren zeer succesvolle ondernemers. Mijn ene opa was voor de Tweede Wereldoorlog de grootste rok- en blousenfabrikant van Duitsland. Mijn andere opa heeft vanaf 1920 stoffen uit Frankrijk geïmporteerd. Na de Tweede Wereldoorlog, die ze allebei gelukkig overleefd hebben, anders had ik hier waarschijnlijk ook niet gezeten, hebben ze dat pad weer opgepakt. De enige kink in de kabel van dat ondernemersgeslacht was mijn eigen vader. Mijn vader was een fantast en die is als ondernemer mislukt. Dus ja. Toen ik 14 was, is mijn vader failliet gegaan. Dat ervoer ik als een enorme schande. Ja. Dat paste helemaal niet in ons milieu, in onze cultuur. En je was gewoon succesvol. En heb eigenlijk toen ik dan, mijn ouders zijn ook een jaar later uit elkaar gegaan. En toen ik dus zelf in aanraking kwam met retail, toen dacht ik, ja, ik ga dus niet zoals mijn vader en mijn grootvader fabrikant zijn. Nee, ik ga een winkel beginnen en ik droomde zelfs van 20 winkels. Ja. Dat er nu 640 zijn is heel bijzonder. Ja. Maar ik had al wel heel jong het geluk dat ik een droom en een passie had. En ik heb dus ook mijn hele leven daarop kunnen inrichten. Ja, toch begon je niet meteen voor jezelf. Was dat een bewuste keuze? Of? Nee, die keuze was er ook helemaal niet. Je begint niet op je 16e zo makkelijk een winkel. Nee. Dat vereist kennis, dat vereist geld, dat vereist levenservaring. Ik ben op mijn 18e, nadat ik van 3 middelbare scholen ben verwijderd, begonnen bij de Bijenkorf. Ja. Eerst met een proefcontractje en na een paar maanden mocht ik blijven. Ik was een bij de hand jochie van 18 en heb ook daar ook veel bijgedragen. En ik kwam al heel snel achter dat ik dingen vaak heel scherp wist. En ik heb ook, ondanks mijn onzekerheden, toch heel veel zelfvertrouwen. En ik kwam er steeds meer achter dat ik nog zo gek niet was. En ik kwam er ook steeds meer achter dat ik dingen wist. Het is natuurlijk ook gaaf dat je gewoon. Ik denk dat je ook geboren wordt met heel veel kennis. Je maar moet het alleen al bijkomen. Die twee opa's die daar toch. Ja, dat is ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Franse opa en Duitse opa, allebei hele krachtpatsers, hele knappe ondernemers. Mijn opa die 3 keer in Duitsland een nieuwe tent heeft opgezet. En iedere keer weer succesvol. Dus nee, dat succes in ondernemen in de genen zat. En je gaat dan in zo'n winkel staan en je gaat het vak leren. Je gaat bij de Bijenkorf op de inkoop het vak leren. Ik ben daarna nog allerlei avondcursussen gaan doen. Marketing, economie. Bedrijven als de Bijenkorf. Enorme creatieve omgeving waar jonge mensen heel veel kansen krijgen. En ja, vanuit die filosofie ben ik mijn 24e met een piepklein winkeltje begonnen. Ja. Met hulp van de vader van een vriend die mij aan een bankgarantie hielp. En dat ging eigenlijk meteen als een speer. Had binnen een jaar 3 winkels. En een enorme hoge omzetsnelheid. Ik had zo'n hoge omzetsnelheid dat ik volgens de Nederlandse Middenstandsbank niet bestond. Dat was namelijk niemand in de hele branche die dat kon. Maar
ik kon dat, maar met één reden, ik had niet meer geld. Nee. Dus een beperking is ook een enorme kans. Ja. Als je vanuit beperkingen, als je, dus alles wat je doet, wordt bepaald door hoe je er naar kijkt. Ja. If the way you look at things change, the things you look at change as well. Ja. Dus het is eigenlijk een heel simpel fenomeen. Dus ik heb heel veel geluk gehad dat, dat ik eigenlijk, als ik nu bijvoorbeeld een boek als The Secret lees, denk ik, ja, dat is mijn levensverhaal. Ja. Ik wist met mijn 16 dat ik ondernemer was. En iedere keer weer stop je, kijk je naar wat er beter kan, kijk je naar wat je van dingen leert en ga je weer door. Dus je stopt, je kijkt, je corrigeert en je past je de structuur aan en je gaat door. Ja. En, ja, en dat maakt dus ook dat ik een verschrikkelijk boeiend leven heb. Want ik begon natuurlijk als heel klein winkeliertje. Ja. Daarna kreeg ik een extern magazijn, daarna kreeg ik een extern kantoor, winkels buiten Amsterdam, de formule van Koelke die we vanaf 69 op hebben gezet, dingen die misgingen, twee keer haast failliet geweest. Ja. En je leert er allemaal ongelooflijk veel van en iedere keer weer kom je met meer kennis en met meer passie weer in het strijdveld. En het is natuurlijk gewoon strijd. Een bedrijf leiden is, is wel ongeveer het mooiste wat je kan doen. Ja, nou, eigenlijk in de naast lief hebben. Ja, ja, dat is de eerste. Na de eerste paar minuten dat we even zaten te praten, nu weer, hè, zie je een hooggepassioneerd, ambitieus, maar tegelijkertijd vol in balans zijnd iemand. Hoe vertaal je dat door naar je merken? En zijn je merken ook een manier om dat met anderen te delen? Of zijn dat gescheiden dingen? Ja. Ik vind dat je dat heel mooi zegt, want dat is ook zo. In wezen is alles wat ik als ondernemer doe een reflectie van wie ik zelf ben. Ja. En wat je... wat is er nou mooier dan wie je bent te delen met anderen? Ja. En wat je kunt en wat je hebt te delen met anderen. Dus mijn bedrijf is een familiebedrijf. Mijn mensen, ik heb heel veel medewerkers, ook wat tegenwerkers. Ja. En zolang dat constructief is, is dat ook heel fijn. En als iedereen het met je eens is, dat werkt niet. Juist, het is een mooie uitdrukking in het Amerikaans, rubbing gives shine. Ja. Dus door met elkaar die confrontatie aan te gaan en dat ook te durven. Te weten dat je elkaar kan confronteren en dat je daar niet op afgerekend wordt. Dat mensen gewaardeerd worden om hun eerlijkheid, gewaardeerd worden om hun persoonlijkheid, gewaardeerd worden om wie ze zijn en hun inzet voor het gemeenschappelijke doel. Want dat is die consument. En dat met elkaar te kunnen doen, ja, dat geeft natuurlijk een enorme kick. En ja, ik ben mooi in balans, hoewel ik balans altijd ook maar een woord vind. Hè, ja. Want juist het heen en weer gaan maakt het leven zo boeiend. Ja. De ups en de downs in je leven waar je van leert. Maar als je het nou eens concreet maakt, want net zei je, nou ja, liefhebben één. Hè, ja. Belangrijk, dus voor jou ook belangrijk. Hoe vertaalt zich dat bijvoorbeeld door naar een keten als Coolcat? Hoe wordt dat merkwaardig? Ja. Nou, bijvoorbeeld door je liefde voor klanten. Hmm. Wij doen als bedrijf alles om onze klanten optimaal te bedienen. Dat betekent, om maar een voorbeeld te noemen, dat toen ik, mijn droom met Coolcat was, mijn vader ging failliet. Ik zat op het Amsterdamse systeem. Ja. En opeens realiseerde ik me, er was dus geen geld meer. En dan sta je daar op een vrij elitaire school. En iedereen heeft de mooiste kleding. En jij kan je dat doodeenvoudig niet permitteren. Wat is het nou mooier dan een kledingmerk te hebben waar iedereen, ongeacht zijn sociale niveau en zijn financiële mogelijkheden, er leuk uit kan zien. Ja. Nou, dat was mijn droom en die heb ik gerealiseerd. Ja. En de Coolcat kleding wordt steeds leuker, steeds spannender, steeds beter. Oh, dus ik heb gelopen in Coolcat kleding die nog niet zo leuk was. Ja, die was toen voor die tijd wel heel erg leuk. Cool, ja. Alleen, toen jij in Coolcat kleding liep, was er in Nederland geen Zara. Er was geen Bershka, er was geen H&M. We waren één oog koning. Ja. Nu zitten we in een heel groot internationaal speelveld, waarin we heel goed ons hoofd boven het maaiveld weten te houden. Ja, en waarom koppel je dan die, want je hebt meer merken. Worden die allemaal vanuit diezelfde droom en passie gerealiseerd? Of zijn er ook andere dingen die je met die andere merken wil realiseren? Lingeriemerk waarmee je nogal het nieuws af en toe haalt, ja, om het maar even zo te noemen. Ja, waarom heb je die? Ja, nou, een goede vriend van mij, toen we SAP kochten, die schreef me het volgende berichtje. Lieve Roland, je werk was je hobby, maar dat je nu ook van je hobby je werk maakt, is heel bijzonder. Ja. Ja. Lingerie is sexy, ja. Sexy is spannend. Ik ben een enorme liefhebber van vrouwen, hoewel ik heel trouw ben aan mijn vrouw en mijn vriendin. Ja. En dat is dan één persoon. Ja, nee, dat is er één. Dat is ook een onderdeel van je leven.
ik denk dus ook dat alles wat je doet vanuit passie en liefde, dat is wat mij ook drijft. Dus die klant, die staat bij ons heel erg centraal met alles wat we doen. En die maakt het ook mogelijk dat we een fantastisch leven hebben. Ja. Ik heb natuurlijk een ongelofelijke welstand opgebouwd. We hebben een enorm vermogen in het bedrijf. We hebben, zijn enorm succesvol. En iedere keer weer opnieuw dat product voor die klant alsmaar beter te maken. En alsmaar leuker te maken. Ja, dat is natuurlijk een enorme kick. Als ik op straat loop, ik was zaterdag in de Kalfstraat en op de Nieuwe Dijk. Ik ging eerst naar de Veenendaalstraat, waar we de laatste Merk Today hebben geopend. Ja. Een ongelofelijke klapper. Het stond stampvol in die winkel. Zag er geweldig uit. Klanten waren blij. Wat een geweldige openingsactie. Mensen kregen allemaal een keycord met een sleutel. En er stond er een hele gekke Amerikaanse deur in de winkel. En die mensen mochten de mensen openmaken. En als die paste, kregen ze een cadeaubon. Ja. Nou, mensen vinden het geweldig, weet je. En het is ook een geweldige winkel. Nou, daarna ging ik naar de Nieuwe Dijk en de Kalfstraat. Overal koelkastassen. Nou ja, daar krijg ik een ongelofelijke kick van. Weet je, dat is gewoon, weet je, daar heb je met z'n allen zo hard voor gewerkt. Nu ben ik zelf inmiddels geen directielid meer bij Coolcat. Ik leid de hele groep. Ja. We hebben een fantastische directie en een geweldig management wat vanuit mijn cultuur en mijn filosofie dat bedrijf leidt. Ja. Maar ook vanuit hun cultuur en hun filosofie. Ja. Ja, want weet je, als je als team niet één richting op gaat, ja, dan ben je dus niet duidelijk. Weet je? En duidelijkheid is voor ieder van groot belang. Ja. Als je zo tegen het eind van deze 10 minuten alweer Het gaat zo uit. Het gaat zo snel. Juist die vraag. Jij bent de grondlegger van organisatie en merk. Neem nu op een bepaalde manier afstand daarvan. Hoe borg je dan toch dat Coolcat Coolcat blijft? SAP SAP blijft. Dat SAP is natuurlijk net onder onze hoede. Ja. Dat is natuurlijk een geweldig leuk merk. Maar als ik dan even terug ga naar Coolcat. Ja. Want daar kunnen we over praten. Dat heeft inmiddels 32 jaar historie. En met ups en downs zijn we iedere keer weer marktleider geworden van ons gebiedje. Ja. He, die jeugd, die tieners en die kinderen. Hoe waarborgen we dat? Doordat we het over hebben gedragen aan mensen die vanuit diezelfde cultuur, vanuit diezelfde passie en vanuit diezelfde filosofie, dezelfde waarden die we met elkaar hebben vastgesteld, dat bedrijf leiden. Ja. En wat ook hartstikke leuk is, dat een van mijn twee zoons daar mede inkoper is. Dus een stuk van de collectie wordt door de volgende generatie al ingevuld. Ja, maar daarnaast zitten er fantastische mensen. We hebben er is zo ongelooflijk veel creatief en commercieel talent in dit land. Ja. Je moet ze alleen helpen ontwikkelen. Ja. En dus zeg jij in de kern dat uiteindelijk de overdracht van oprichter naar vervolg puur een waarde, mentaliteitsgedreven vraagstuk. Ja. En ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dus, dus als even links gaat, dan kun je nog bijsturen. Nou, het is ook mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat de directie de juiste hulp krijgt. Ja. Kijk, iedereen kan een beetje hulp gebruiken. Iedereen kan je helpen om succesvol te zijn. Ja. En er zit natuurlijk heel veel kennis en ervaring bij mij. En die kennis en ervaring, die deel ik dus te pas en te onpas. Ja, maar ik word steeds meer gevraagd als adviseur voor mijn verschillende bedrijven. En ook ik ben in bepaalde processen heel goed. Ik ben heel goed in focus op de consument. Ik ben heel goed in strategisch denken. Ik kan hele lange lijnen trekken en tegelijkertijd heel kort schakelen naar kort. Ik ben heel alert en flexibel. Ik heb ongelooflijk veel energie. En dat deel ik met mijn mensen. En ik heb ook mensen om me heen die vanuit diezelfde visie en cultuur met elkaar dingen doen. Ja, en ik vond het heel mooi dat je vandaag dit weer met ons wilde delen. Dus ik ben je zeer dankbaar. Ja. Dankjewel dat we dankjewel dat je me de kans hebt gegeven om ons verhaal even te vertellen. Met alle plezier. Dankjewel dat je keek naar Mac in 10 minuten. We hopen je de volgende keer weer te zien. Dankjewel.